jongens en meisjes, dames en heren, van harte welkom op dag 23 alweer van deze heerlijke zomerse Ocean Cruise op de Toet 4. Het is vandaag een heerlijke zomerse dag, we zitten midden op zee, heerlijk rustig en ik vraag me af, hebben jullie er een beetje zin in? Sorry, maar dat hoorde ik niet goed. Hebben jullie er een beetje zin in? Mooi zo. Ja. Het programma voor vandaag. Op dek 1, gezellige bingo, dames en heren. En voor de jongens en meisjes. Op dek 2, een lopend buffet. Ook voor de dames en heren. Ja, en zoals ik al zei, het is vandaag een heerlijke warme dag. En als jullie naar rechts kijken, jongens en meisjes. Ja, dan zien jullie links helemaal niks. Hey, en als jullie naar links kijken, dan... Ja, wat zie ik nou? Ik zie twee stippen. Een gele en een blauwe. Volgens mij zijn er twee kwallen. Oh nee, volgens mij zijn er twee zeekoeien. Nee, het zijn Ernst en Bobby, jongens en meisjes. Jullie vrolijke vrienden, altijd blij, altijd in voor een spannend avontuur. Jongens en meisjes, hier zijn jullie vrolijke vrienden, Ernst en Bobby. Help! Bobby, een boot. Waar is de boot? We zijn gered, man. Ik zie helemaal geen boot, man. Waar is er een boot? Achter je, daar is een boot, man. Kijk dan, roeien. Help! Hey, wacht eens even. Zijn er hier ook jongens? Zijn er hier ook meisjes? Zijn er hier ook vaders en moeders? Ja. Zijn er hier ook cateringmedewerkers? We hebben honger, we hebben vijf dagen niet gegeten. Ik wil eten bij zich, iets lekkers, een kleine snoepje. Kom dan, geef me wat. Ik was eerst. Daar is iemand. Oh, ja. Heeft u iets lekkers? Kijk nou daar, die is voor jou, die is voor mij. Oh ja, wacht even. Hier, iets kleins. Iets groots voor mij. Naartoe. Lekker. Ja. Oh, wacht even. Dat is misschien leuk. Wacht even. Kunnen we ruilen? Heb ik voor u popcorn, droppies, cola... Wat? We zitten vijf dagen op zee. Ja. Verdwaald. Ja. Ik heb vijf dagen niet gegeten en gedronken. Ik heb zelfs, heb jij nog ineens gemerkt, ik ben zelfs na een tijdje mijn eigen plas op gaan drinken. En jij hebt gewoon een fles cola bij je. Ik snap niet wat jij lekker vindt aan je eigen plas drinken. Cola is veel lekkerder, man. Ik zal even... Weet je wat? Ik geef me hier. Alsjeblieft. Ik zal even uitleggen wat er aan de hand is. Wij zijn vijf dagen geleden begonnen met roeien in dit bootje. Ja. Voor de gezelligheid. Ja. Na een tijdje werd ik moe. Ben ik heel even mijn ogen dicht gaan doen. Ik doorroeien. Ja. Toen werd ik wakker. Midden op zee. Ja. Geen land te bekennen. Geen boot gezien. Vijf dagen lang en nu zien we jullie boot. Ja, leuk jongens. Mogen we bij jullie aan boord komen? Ja, leuk. Ernst, we gaan bij hun aan boord. Even kijken waar we naartoe moeten. We zijn gered. Oh, Ernst en Bobby. Ik laat liever geen mensen aan boord die grappiger zijn dan ik. Oh, maar in jullie geval is dat geen enkel probleem. Oké, maar op één voorwaarde, oké? Dan moeten jullie wel een liedje zingen. Ja, dat vind ik wel. Toch jongens en meisjes? Ja. Ja? En als jullie dan klaar zijn met het liedje... Dan mogen jullie aan boord komen. Dan vaar je gewoon naar het voordek en dan laat ik een touwtje zakken. Oké? Prima. Deal? Ja, deal. Hartstikke goed. Ernst, we moeten alleen eventjes een liedje zingen en dan mogen we aan boord komen. Ja. Ik stel voor dat we na het cola-debakel een liedje gaan zingen over jou. Ja, een liedje van K3, jongens. Bobby met je leuke bruine ogen. Met z'n allen. Die kennen ze niet, man. Nee. Dat is ook helemaal geen liedje. Het moet... Oh. Een liedje van ons, van Ernst en Bobby. Kennen ze wel. Gaat over jou. Zingen ze uit volle borst mee terwijl ze naar jou wijzen. Oh, daar ligt een aap in mijn bed. Die lijkt op jou. Nee, die gaat over jou, Ernst. Over mij moet die gaan. Je bent een soepkip. Oh, die. Kennen jullie die? Zingen jullie mee? Met z'n allen. Je bent een soepkip. Met z'n allen. Je bent een kan er nog iemand harder? Je bent een soepkip. En wijst er maar bij. Je bent een soepkip. Leuk, man. Ah, Ernst, ik vind het een leuke boot, man. Ik vind het gezellig. We zijn gered, man. Gelukkig. Zei ik toch. Ja, joh. Vijf dagen. Soms vergeet ik te denken. Noem een appel een banaan. Zit ik net op de wc, heb ik mijn lange broek nog aan. Hij zou ook kunnen fietsen. Ja. En met zijn jas verkeerd om aan. Hij kan 's morgens vroeg in zijn pyjama buiten staan. Allemaal, je bent een soepkip met z'n allen. Je bent een soepkip. En ook alle papa's en mama's. Je bent een soepkip. En wijs er maar bij. Je bent een soepkip. Ha, de halve boot is naar jou aan het wijzen. Is niet
niet waar. Ja, zag je het? Die hele achterste rij. Even voor duidelijkheid, hij is de zoekkip. Ik val uit alle bomen. Heb een sneetje of een schram. Laat mijn pannenkoeken vallen. Of ga zitten op mijn boterham. Hij rijdt zijn fiets in alle sloten. Schiet in het verkeerde, in het verkeerde doel. Struikelt over lege flessen. Val door het wippen van zijn stoel. Let op, hè. Je bent een zoekkip. Kijk nou naar die mensen. Kijk eens daar. Je bent een zoekkip. Je bootje draaien. Wij zijn allemaal naar jou. Je bent een zoekkip. Gaan varen. Je bent een zoekkip. Leuk, Ernst. Je bent er geloof ik nog trots op ook. Ik ga een stormrondje doen. Hey, stil, man. Als je dan een zoekkip bent en je raakt daaraan gewend, bedenk dan goed, het is best fijn. En iedereen kan wel eens een zoekkip zijn. En een zoekkip maakt het meeste gein. En zing nog een keer mee. Je bent een zoekkip. Even allemaal naar Ernst. Je bent een zoekkip. Allemaal naar je moeder. Je bent een zoekkip. Of naar je vader. Je bent een zoekkip. En de laatste is voor Bobby. Je bent een zoekkip. Bobby, we gaan aan boord. We zijn gered. Joehoe! Oh. Hallo? Kunnen jullie misschien een touw naar beneden gooien? Oké. Kunnen jullie misschien nog een touw naar beneden gooien, maar dat jullie hem eerst vastmaken aan iets zwaars? Er staat hier een piano op het dek. Zal ik het touw daaraan vastmaken? Hartstikke goed, doe maar. Oké. Mannen! We kunnen het touw ook vastmaken aan de railing. Prima, doe dat maar. Komt-ie! Zo, hé. Hartstikke goed, Ernst. Wie het eerst boven is. Oké. Geef je kontje, Ernst. Hier is een deur. Open. Kijk eens, Ernst. We zijn er! We zijn achter jullie! Hier aan de zijkant! Hoi! Hoi! Hoe is het? Hoi! Hey Bobby, moet je kijken wie daar zit, joh! Wie zit er daar? De oude ploeg van Bassie en Adriaan. Werken die op een cruiseschip? Dat is ook zielig. How low can you go? Kun je nog zinken? Zink dan wel eerst. Waar moeten we naartoe? Hallo jongens, waar moeten we naartoe? Daar naartoe? Oh, leuk. Is het leuk op het schip? Ja, hè? Oh, gezellig. Bobby, die kant hoi, op. High five. Hoi. Hallo. High five. Bobby, daar. We moeten daar naartoe. Ah, Ernst, moet je kijken. Allemaal knoppies. Oh, stop. Wat? Overal vanaf blijven. Nee, serieus. Overal vanaf blijven. Dit lijkt me de stuurhut. Oké. Moet je kijken wat hier staat. Wat staat er? Alles uit. Alles uit. Oké. Ook mijn broek? Ja, nee. Oh. Alle systemen zijn uit. Oh. En je hebt een keycard nodig om de systemen weer aan te krijgen. Wat is een keycard, Ernst? Een keycard is zo'n bankpasje. En als je dat ergens instopt, dan gaat alles aan. Oh, okay. En als je het eruit haalt, gaat alles uit. Weet je wat ik denk? Ik denk dat de kapitein die keycard bij zich heeft. Ja. En dat daarom al die systemen het niet doen. Okay. Je mag overal aankomen. Nu die knopjes het niet doen, mag je overal aankomen. Ik mag overal aankomen. Oké. Jongens en meisjes, vaders en moeders, wat heerlijk dat we bij jullie aan boord mogen komen. Is het een beetje een fijne cruise? Wij hebben dus gewoon 5 dagen lang op dat hele kleine bootje rondgedobberd op zee. 5 dagen lang geen land gezien. Bobby? Huh? Oh, Bobby! Ja? Hey, nou is het weg. Wat is er? Ben ik weg? Ik ben hier. Hoi. Nee, ik hoorde een geluid. Wat voor geluid? Uup. Oh, er was waarschijnlijk iemand aan het stofzuigen op dek 2. Zo, uup. Echt waar? Ja. Okay. Met een uup. Oké, nou, maakt niet uit. Jongens en meisjes, vaders en moeders, 5 dagen lang op dat hele kleine bootje hebben... Nou hoor ik het weer. Bobby, ik hoor ja. het weer. Oh, nou hoor ik het ook. Oh, dit geluid bedoel je? Dit geluid? Uup. Ja. Oh, Ernst, moet je kijken naar boven. Moet je heel goed kijken naar boven. Moet je kijken, hè? Waar moet ik kijken?
Daar! Ik schrik me dood. Bobby! Alle systemen doen het. Hoe kan dit? Ernst, ik heb de keycard gevonden. Die heb ik erin gedaan. En alles doet het. Kijk, hé. De schermen doen het. De radar doet het. Dit hele ding doet het. Kikker, man. Wat zou dit voor knoppie zijn? Oh, jee. Uit! Wat was dat? Er staat boven privéknopje kapitein. Ik weet niet wat het is. Heel vreemd. Heel vreemd. We moeten sturen! Attentie, attentie! Ernst en Bobby onmiddellijk naar het zonnedek toe komen! Nee, we willen in de stuurhut blijven! Hé, hey, jongens! Weg, wegwezen uit die stuurhut, wegwezen! Kom, kom! Ja, maar dan moet toch iemand het schip besturen? Ja, maar Ernst en Bobby, waar komt anders het woord cruise control vandaan? Ja, toch? Cruise control, snap je? We willen toch blijven? Ja, nee, maar jullie mogen absoluut op het schip blijven, maar dan moeten jullie wel werken voor jullie geld. Ja, okay. Het animatieteam lijkt me uitermate geschikt voor jullie. Er komt zometeen op het zonnedek een talentenjacht genaamd Toets Got Talent. En dat kunnen jullie dan mooi presenteren. Ja. We gaan meteen naar het zonnedek. Kom op, Ernst, naar het zonnedek. Hier naar beneden. Waar ga je naartoe? Trapje af. Waar ga je naartoe? Naar het zonnedek. Oh, ja. Zie je matrozen? Oh, ja. Oh, ik zie ook matrozen. Ernst, hier. Ik zie licht. Licht. Oh, oh, Ernst, moet je kijken! Wat nou weer? Het animatieteam. Wat nou? Kijk, ze gaan iets heel leuks doen. Kijk. Je snapt het echt niet, hè? Huh? Wij zijn het animatieteam. Nee, wij mogen aan boord. Maar dan krijgen we een baantje. En dat baantje is in het animatieteam. Wij moeten het leuk gaan maken voor hun. Hier, kijk dan, met die talentenshow. Leuk, gaan wij dit doen, Ernst? Ja, precies. Hier, mijn naam staat hier. Bobby, Ernst en de kapitein. Lachen, ik moet hier zitten, Ernst. Kijk, hier moet ik. De kapitein, er staat een bordje voor de kapitein, maar waar is de kapitein? Heb jij hem al gezien? Nee, weet ik niet. Maakt niet uit, Ernst. Leuk, man. Ik vind het leuk. Oké, nou. Dames en heren, jongens en meisjes. We weten nog niet precies wat we gaan doen. Toch zou ik nu alvast willen zeggen, welkom bij de Toets Got Talent Show. We gaan... Toets Got Talent. Leuk. De tune. Dank je. Welkom bij de Toets Got Talent Show. We gaan... Oké, nou klaar. Afblijven. Welkom bij de Toets Got Talent Show. We gaan... Ja, we houden mee op nou! Je moet er vanaf blijven. Oh, leuk ding, man. Nee, je moet er vanaf blijven. Waar vanaf? Van die knopjes. Je moet straks. Kijk maar aan. Hallo. Hallo. Straks. Straks weten we wat we gaan doen. Ja? Dat weten we nu. We gaan kijken wat we gaan doen. Ja. Dan ga ik de aankondiging doen straks. Dan zeg ik straks. En hier is die, de Toets Got Talent Show. En dan druk ik op de knop. Straks. Straks dus druk ik niet op de... nu. Ik druk nu toch niet? Nee, maar... De... Zit ik nu te drukken? Kijk. Nee. Nee. Oké. Okay. Straks. Fijn. Niet meer drukken. Niet meer drukken. Ja? Dus ook niet als ik straks zeg hallo, welkom bij de Toets Got Talent Show. Dan druk nee! Ik op de knop. Nee. Nee. Zit los, zie je dat? Zit me niet echt. Nee, dat gaat met wifi. Is dat zo? Dat is draadloos. Oh ja? Ja. Leuk, hè? Ja. Retro look heeft hij. Ja, ik hou hem wel bij me. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Toets Got Talent Show. Het zijn die ellendelingen van Bassie en Adriaan. Overboord. Goed, neem maar even zonder gekheid. Er is televisie bij vandaag, hou voor op nou. Okay. Even ophouden. Ophouden. Kijk maar aan. Waar ben je? Hier, hallo, kijk maar aan, kijk maar aan, kijk maar aan. Ben je klaar? Niet meer drukken. Niet meer drukken. Niet meer drukken. Niet meer drukken. Fijn. Fijn. Zet hem even goed. Dames en heren. Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom. Nou, welkom bij... Een of andere talentenshow waarbij de naam er eigenlijk helemaal niet toe doet. We gaan er deze middag een gezellig feest van maken. Hier aan boord met z'n allen. Wacht even. Wat is er? Ja, je kan er niet meer opkomen. Wat zeg je? Je kan er niet meer opkomen. Hoe bedoel je? Ja, die show. Hoe heet die ook alweer? Misschien staat het erop. Waar heb je het over? Deze show, die ga je aankondigen. Ja. Je weet niet meer hoe die heet. Hoe heet die nou? De Toets Got Talent. Ja, ja, nu is het goed. Weg, wees. Weg. Kom hier. Waar? Hier. Waar? Hier. Hier? Zo, nou, zo lopen dan. Dag! Hier, ga jij maar wat leuks doen. Wat moet ik doen dan?
Ja, daar had je eerder over na moeten denken. Weet ik veel, je bent toch zo grappig. Ha! Iedereen lacht aan boord. Zo leuk, zo leuk. Ga maar wat verzinnen. Hier, levend bingo of stratego. Oh, dat is andersom. Levend stratego of bingo. 18. 25. Wat ben je aan het doen? Bingo. Nou, dat is... Kijk, er staat daar een soort verkleedkist. Ga kijken of daar misschien de bingo-blaadjes in zitten. Oh, dat is misschien wel leuk. Ja, Ernst, we gaan gewoon iets doen uit de kist. Je doet het goed, joh, met dat animatie. Wacht even, wacht even. Iets uit de kist. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan doen een messenwerp-act. Wat? Een messenwerp-act, Ernst, met moeders. Leuk. Moeders? Even kijken. Jongens, wie zijn moeder kan daar heel goed boterhammen smeren? Steek je vinger eens op. Wie zijn moeder? Jouw moeder? Ja, die? Oh, leuk. Nou, fijn. Fijn dat u even mee wil. Hoe heet je? Inge. Ernst, die is Inge. Twee moeders hebben we nodig. Wie heeft er nog meer een leuke moeder? Die daar. Jij? Oh, je betekening. Oh, dat is ook leuk. Kom maar. Bedankt. Wie heeft er een leuke moeder? Jij? Wie is je moeder? Ja, maar die of die? Die. Oh ja, kom maar. Kom maar, Tamara. Leuk. Ernst, dat is Tamara. Tamara, Ernst, Ernst, Tamara. Ben je compleet? Ja. Mooi. Dat is wel grappig. Ja, dat kunnen jullie niet zien, maar al die opgeluchte gezichten bij die moeders nu ze van... Oh. Ben ik even blij. Even voor de duidelijkheid, even voor de duidelijkheid. Het is de Doe Je Mee op Zeeshow. En aan het einde van de voorstelling hebben jullie allemaal tenminste één keer hier gestaan. Dus komt allemaal nog. Ernst, oh, dankjewel. Leuk, dit is Tamara, Ernst. Heb jij die gemaakt? Nee, dit heb ik. Hoi, Tamara. Oh, die heb jij gemaakt. Leuk. Wie heeft hem gemaakt? Dankjewel. Ernst, Tamara, Tamara, hallo, Ernst. Tamara. Leuk. Nou, Inge was het, hè? Wil je werpen of wil je vangen? Liever werpen. Liever werpen. Nou, kijk eens even, mag jij verpen? Tamara, mag jij ze vangen? Hier zo? Ja, hartstikke vangen. Leuk. Ja, zij gaat heb vangen. Je het vangen? Ja, zij gaat ze werpen, zij gaat ze vangen. Zo, met ze werpen, dat is niet met vangen? Ja, nee. Zij moet ze gooien, maar zij moet ze niet vangen. Ze moet misgooien. Jij moet misgooien. Ja, sorry. Je moet dus naast haar hoofd gooien. Ja, wacht even. Doe ik even je armen zo, een beetje wijd zo. Ja, dat is leuk. Oké. Okay. Drie grote stappen. 1, 2, 3. Niet te dichtbij. Dus hier streepje zo. Oké. Okay. Nou, ga staan. Strek je arm. Ja, zo naast je hoofd. Goed kijken. Roffeltje erbij. Moet je kijken. Oké, strek hem echt zo strak. Nee, stop hiermee. Wat is er nou? Dit kan je niet. Dat kan niet. Wat jij doet. Zij moet het doen. Ik nee, maar wat jij doet. Zomaar mensen uit de boot aanwijzen die er met messen gaan gooien. Lekker spannend, man. Dat is flauw. Man, het water staat in mijn handen. Dat is toch helemaal niet flauw? Dat is niet flauw spannend. Flauw. Echt. Ja, kan het wel iets minder flauw maken. Wacht maar. Moest van Ernst hoor, Inge. Zo, oké, gaan we draaien. Tot ze misselijk is. Terugdraaien. Oké, richten. Oké, even staan. Hand in de lucht. Roffeltje erbij. Oh, spannend, Inge. Oh, spannend. Nee, stop. Bobby, hou ermee op. Wat? Ik vind het eng. Nee, maar ik meen het serieus. Nee, joh. Doe even de arm naar beneden. Ze staat er een beetje zo. Bobby, als ik hier naar kijk, krijg ik een bang gevoel in mijn buik. Ja, joh, ga weg. Nee, meen ik serieus. Ik kan dit niet aanzien. Nee, meen ik serieus. Oké. Okay. Nee. Jij er ook in. Oké, okay. Klaar, Ernst. Beter voor de boot ook. Nee, natuurlijk niet. Houd er nou mee op. Bobby, stop deze act. Doe dat doekje van de hoofd af. Kijk of ze nog leeft, Ernst. Ja. Oh, je bril is helemaal beslagen. Kijk dan, helemaal beslagen bril. Lachen zeg, hé. Bobby, we moeten iets onschuldigs. Geef mij die mes ook even. Een soort waanzinnige blik in je ogen. Kunnen we iets onschuldigs doen? Ja? Een dansje. Een dansje met moeders. Een dansje met moeders is altijd leuk. Maar wacht even, dat is leuk. Maar dan vind ik het leuk als er twee jongens en twee meisjes van boord met ons meedansen. Wie willen er meedansen? Twee jongens en twee meisjes. Wil je meedansen? Kom maar lopen zo. En nog een jongen. En een meisje. Kom maar. Kom hier. En een jongen. En nog twee meisjes moeten we hebben. Mooi bereid. Meisje. Hebben we meisjes? Ja, jij. Kom maar. Even kijken. Hebben we nog een meisje? Ja, jullie twee. Ja, we hebben precies twee meisjes. Ernst, komt goed. Oh, leuk. Loop maar. Ja. Dit is een meisje. Okay, daar heb ik de tekening van gekregen. Leuk, kom maar. Ja, kom op, mooi op een rijtje staan. Wat leuk dat jullie er zijn. Ik heb precies twee meisjes. Ja, hartstikke goed. Kom maar. Wat goed. Met hartjes. Wat zeg je? Je bent er niet twee, hè? Je bent er één. Dat zijn ik drie meisjes geworden, Ernst.
Oh, dat maakt erg? Niet. Nee, dat is helemaal niet erg. Hé, wat gaan we doen? Weet je wat leuk is? Jullie zijn dan even ons soepkippenballet, oké? Maar we gaan een dansje doen, maar wat voor dansje? Dan doen we het liedje Hey Hallo. Oh, dat is goed. En dan is er een dansje bij en als jullie het goed voordoen, dan doet de hele boot dadelijk mee. Ja, maar je moet even uitleggen hoe het dansje gaat. Oh ja, natuurlijk. Zal ik het even uitleggen? Je begint met twee handen in de lucht. Doe eens twee handen in de lucht. Allemaal twee handen in de lucht. Doe allemaal maar even. Doe allemaal handen. Maar mee. Allemaal. Ook alle papa's en mama's. Oké, de eerste zin is zwaaien met je armen. Dat doen wij. Hey, hallo. Zie je, makkelijk hè? Tweede zin, doe je je vingers naar voren. En dan doe je dit. Nee, dat kan echt niet zo. Derde zin is weer zwaaien. Hey, hallo. En de vierde zin is kruisen. Moet je kijken. Nee. Nein. Ja, heel goed. En dan duwen. No. Oké. Okay. Kennen jullie hem? We gaan hem gewoon doen. Zullen we hem doen? We gaan hem gewoon doen. Ga het proberen, ja? Ja, dat zo. En dan zo. Oké, gaan we eerst dansen. Zit u ballet? Gaan we eerst dansen. Doe maar een beetje zo. Ja, ze gaan zo soepel uit. Doe maar een beetje zo. Een beetje dansen, ja, een beetje zo. Heb je iets gezien? Iets dat echt niet mag. Iemand wordt gepest op klaarlichte dag. Of iemand gooit zijn rommel zomaar op de grond. Of zo. Hey, zo kan je ook dansen. Kijk, zo. Ha! Leuk, we zijn aan het dansen. Of iemand die ineens, zonder te betalen, in de supermarkt boodschappen gaat halen. En die stopt van alles zomaar in zijn jas. In plaats van in zijn boodschappentas, handen in de lucht. Dan zeg je, hey, hallo. Vingers. Nee, dat kan ik niet zo. Handen. Hey, hallo. En kruisen. Nee, nee. No, nog een keer. Hey, hallo. Met je vingers. Nee, dat kan echt niet. Met je handen. Hey, hallo. En kruisen. Nee, nee, no. Ik wil een tussenapplaus voor ons showballet. Goed hoor. Hey, Tamara, Inge, hey, jongens, hartstikke goed. Zullen we nog één keer doen? Oké, gaan we eerst weer een beetje dansen, een beetje zo. Zie je het ineens? Normaal gebeurt dat nooit. Iemand die wordt van zijn fiets gegooid. Oh. Hele grote jongens. Kunnen jullie wel? Jullie zijn een kinderachtig stel. Naar wie zit jij naar binnen kijken? Naar die grote jongens. Oké. Of merk je op een dag, iemand doet gemeen. Knijpt in je arm of staat bovenop je teen. Ga dan maar stoer zo recht voor hem staan. Roep in zijn oor en kijk hem daar aan en zeg hey, hallo. Vingers. Nee, dat kan ik niet zo. Handen. Hey, hallo. En kruisen. Nee, nee, no. Nog een keer. Hey, hallo. Nee, dat kan ik niet zo. Hey, hallo. En kruisen. Nee, nee, no. Klappen. Hey, hey, doe maar mee. Even nog niet klappen, nog even niet klappen. Even elkaar een hand geven, nee, zo op een rijtje. Tel ik tot drie, maken we een buiging en dan moeten jullie opletten wat zij allemaal gaan doen. Komt-ie. 1, 2, 3. Buigen. Ah, jongens, wat goed man. Ga lekker zitten, dankjewel. Wat dag goed. Dag Tamara, bedankt hé. Oh, Ernst, wat leuk hè. Ja. Hey Bobby, het was hartstikke leuk. Oh. Ik zit alleen met één ding. Hoe lang zijn we nou al aan boord? Half uurtje. Ja, zoiets. Maar al die tijd hebben we nog steeds geen enkele keer de kapitein gezien. En dat is raar, want een schip met meerdere kapiteins is niet goed, maar een schip zonder kapitein, waar zou die man zijn? Hey, Ernst. Huh? Ernst, ik heb goed nieuws. Wat dan? Ik heb de kapitein gevonden. Dat meen je niet? Ja. Wat goed, waar is die? Nou, ik heb ook een beetje slecht nieuws. Ja? Hij ligt in een kist. Wat? En hij beweegt niet meer. Er zijn allemaal kinderen aan boord, hè? Het is helemaal koud. Ik weet niet of dit zo'n leuk verhaal is. Zal ik het laten zien? Moet je kijken. Dat is niet de kapitein, hoor. Nee, dat is een pop, man. Die hebben ze verkleed als de kapitein. Lachen. Maar dat is toch niet de kapitein? Nee, joh. Het is een buikspreekpop, Ernst. Leuk. Ah, zullen we net doen alsof dit de kapitein is? Voor de grap. Ja. Nou, ik vind het goed, maar als dadelijk de echte kapitein aankomt lopen, dan moet deze weer snel weg. Ja, oké. Zal ik even de mensen welkom heten? Leuk. Hallo. Hartelijk welkom op mijn schip. Hallo.
Hartelijk welkom. Op mijn schip. Op mijn schip. Nee, schip. Schip. Wat praat je raar, man? Wat praat jij raar? Die kapitein die praat toch niet. Hallo. Hallo. Een man, een kapitein is een man van statuur met gezag. Die praat anders. Jongens en meisjes, dames en heren, hartelijk welkom op mijn schip, de Toet 4. Hoi, Bobby. Hallo, meneer de kapitein. Hoi, Bobby. Hey, kapiteintje. Bobby. Hallo, Bobby. Hallo. Krijgt deze scène nog een beetje diepgang? Is die lelijke blauwe jouw vriend? Ja, dat is Ernst. Verschrikkelijk. Dat is niet zo heel aardig om dat te zeggen. Dat is niet zo heel aardig om dat te zeggen. Nee, maar het is wel waar. Ja, het is wel waar. Je bent trouwens echt de slechtste buikspreker die ik in mijn hele leven heb gezien. Je ziet gewoon je mond bewegen. Echt niet. Ja. Kunnen we verder? Ja! Kan dat beest zijn kop dicht houden? Ja hoor, kijk maar. Hop. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan door. We gaan door met de toetskatten. Ga even ophouden, ga even daar zitten. Ga zitten, ga weg. Kst. We gaan door met de Toetska Talent Show, want wat we hebben is iets leuks. Wij hebben jullie allemaal, en ook alle jongens en meisjes, opgeroepen om mee te doen met de Doe Je Mee op Zee Show. En we krijgen heel veel aanmeldingen. En wij zoeken altijd één act uit die met ons mee mag doen. En dat moment is nu aangebroken. Hebben jullie zin in de verrassingsoptreden? Ja! Nou, weet je wat, Bobby? Jij mag ze aankondigen. Ze zijn echt heel goed. Ik heb geen idee wie het zijn, maar de kapitein weet het wel. Dames en heren, jongens en meisjes, geef ze een hartelijk applaus. Hier zijn ze, Dansstudio Dans Delicious! Leuk, man. Zo'n jurk heb jij ook, Ernst? Ja, precies dezelfde. Precies dezelfde. Oh, jullie staan verkeerd, hoor. Leuk. Ik kan 's morgens vroeg
Vond u het ook een 10? Ja! Ah, oh, echt cool, man. En wie is van jullie de grootste soepkip? Van jullie allemaal? Wie is jij zij, bent de grootste soepkip. Die. Zij is de grootste soepkip jij van deze. Jij bent de grootste soepkip. Ben ik de allergrootste? De allergrootste. Oké, okay, nou, dames, ik wil een keiharde high five van jullie allemaal. En dan nog een applaus voor Dance Delicious! Dag! Ja, ze waren echt... Wat voor punt heb jij gegeven, Bobby? 10. Een 10. Nou, hartstikke goed. We vragen ook aan mevrouw het campinghoofd en de hoofdcommissaris om ook punten te geven. Aan het einde van het seizoen. Dan tellen we alle punten bij elkaar op. En de act met de meeste punten, die wint een mooie prijs. Ja, echt lachen jongens, want dan komen we bij jullie op school, Ernst en ik, een spetterend optreden geven. Dus kan je zelf iets heel goed? Of ken je iemand die iets heel tofs kan? Laat hem dan hier en lekker komen optreden. En wie weet win jij dan de prijs. Hé, Ernst? Zo is het. Dan kan je je opgeven op ernstbobby.nl. Nou jongens... Tot zover de Toetska Talent. Het zit erop. Ach, wat gaan we doen? Borden wassen? Ja, moeten we even kijken. Misschien moeten we even vragen wat... Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het ook niet. Dames en heren, jongens en meisjes, niet getreurd. Want Toetska Talent is nog niet afgelopen. Oh. Waarom niet, vragen jullie af. Want er komt nog een verrassingsnummer. Brrr, kutsing, jawel. Leuk. Oké, okay, de computer zal bepalen welke act het gaat worden. En daarna wie de act zal gaan uitvoeren. Oké, okay? We starten de computer. Vandaag hebben we de keuze uit gesminkt achteruit sleeën. Op muziek rollerskaten, kiel halen, nudistenkarten, hondenwaterviool spelen en binnenste buiten, damme dames. Wat is nou weer kiel halen? Ah, het was leuk. Wat gaat dat worden? En het wordt op muziek rollerskaten! Yay! Oké. En dan nu het spannendste moment. Wie gaat dit uitvoeren, dames en heren? Start het zoeklicht. Oh, lachen, man. Iemand aan boord. Oh, leuk, man. Ik weet dat jullie allemaal staan te springen om op het podium te komen. Ja. Komt wie zal het zijn? Wie zal het zijn? Wie zal het worden? En het wordt Ernst, dames en heren. Ernst, applausje voor Ernst. Nee. Je moet iemand aan boord zijn. Oké, nou doen we het gewoon nog een keer. Geen enkel probleem. Start het zoeklicht. Oké, daar gaat hij, dames en heren. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Daar komt hij. En daar komt hij. En wie zal het worden? Ja. En wie zal het worden? En wie zal het worden? Ernst, applausje voor Ernst. Succes, jongen. Succes, jongen. Maar ik kan helemaal niet rollerskaten. Maar dat maakt niet uit. Nee, maar ik heb het nog nooit gedaan. Jongens, moet Ernst rollerskaten? Ja! Oh, daarom staan die dingen hier. Moet hij trucjes doen? Ja! Saltootje? Ja! Saltootje, ja. Man, ik kan helemaal geen trucjes. Ernst, ik heb even overlegd. Ze willen heel graag dat je een saltootje doet en allemaal leuke trucjes. Man, ik ben al blij dat ik blij sta. Kom even hier staan, help me eventjes. Oké, pas op, en de boot beweegt ook, hè? Ja. Dus je kan je gewoon laten rollen en dan rol je... Hou me vast. Nee, ik hou me vast. Ik hou je vast. Hou je benen nou stil. Kom maar even niet vooruit. Nee, dat ding is glad. Het is glad. Je blijft staan. Wat, zal ik even duwen? Oké. Okay, ik duw je even een stukje. Klein duwtje. Pas op voor de rand, ja, hè? Ja. Oké, okay, nou ga je... Boei! Wat? Remmen. Het is echt zo stuk! Nee! Boei, dat gaat niet goed! Help me nou, man! Leuk, trucje! Help me! Dit, Bobby! Wow! Ah! Hey, de moonwalk, zie je dat? Dat is gaaf. Oh, zo. Ernst, ik kom je helpen. Ik doe ook van die dingen aan. Zo gaat hij goed. Ziet er een beetje charmant uit, of niet? Wist je dat je eigenlijk een hele mooie man bent? Gorilla's in de mist. Er staat hier ook nog iemand. Hoi. Maar kom me helpen. Is op pumps lopen, is dat ook zo? Ik doe net of ik niet weet. Ik loop thuis altijd op pumps. Ernst, je moet gewoon rollen. Hier, je moet gewoon rollen. Kijk naar mij. Kijk. Jij kan het gewoon. Gewoon rijden, zo. Rol je en dan zo... boem. Botsing. Wat gaan we doen? Zullen we een treintje doen? Oosterhuis? Ja, treintje Oosterhuis. Oké, maestro, muziek. Leuk. Leuk, Ernst. Leuk, dit is leuk, man. Oh, Ernst. Waar ben je nou? Rusten. Waar ben je? Stoppen. Hou me vast. Wauw. Oké, Ernst. Hartstikke mooi. Draaien. Oh ja, Ernst. Leuk. Oh, we lijken de waterlelies van de Efteling wel, Ernst. Die kunnen ook niet rollerskaten. Nee, leuk. Ik word duizelig. Oh, leuk. Oké, Ernst. En dan pak je je rollerskate zo. Woei. En dan gaan we een treintje doen. Ik ben de locomotief. La. Ernst, wat is dat leuk, hè? Ik weet een hele leuke. Wat ga je doen? Ik weet een hele leuke. Achteruit rollerskaten. Je bent de houtvormer. Bobby, wat doe je nou? Ernst!
ben je? Help! Penalty! Penalty! Wat? Ik heb hem niet aangeraakt. Huh? Ik heb je niet aangeraakt. Ja. Nee, kom op. Even kijken. Ja. We gaan deze kant op. Tja. Oké, dus dan gaan we even naar de stuurhut. Oh, leuk wat. Kijk. Ja! Boy! Een muur! Oh, mijn arm. Alarm! Ja, mijn arm. Alarm! Nee, mijn arm! Nee, man, ik kijk dan! Huh? Alarm! Alarm! De motoren zijn ook uitgevallen. Rest, we varen ook helemaal niet meer. Doe wat! Moet die lampen zien. Hallo! Ja. Gaan! Ja, wacht even. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Geen paniek. We hebben hier 8 zwemvesten met z'n 600. Dat gaat prima. Ouders dienen eerst zelf het zuurstofmasker op. Dus, oh, nee, is in het vliegtuig. De nooduitgangen. Het is ook klaar. In het vliegtuig. Hè? Klaar. Het alarm is klaar. Ja. Heb jij dat gedaan? Ja. Dat meen je niet? Ja. Wat knap. Ja. Hoe heb je dat eigenlijk voor elkaar gekregen? Ik heb de stekker eruit getrokken. Ja. Dat is toch geen oplossing? Hartstikke makkelijk. Kijk, lekker stil, rustig. Lampje goed. Symptoombestrijding. Wie? Laat maar. Waar kwam het alarm vandaan? Uit de stuurhut. Ik ga zelf wel even kijken. Ik zie je zo. Oké. Dames en heren, jongens en meisjes, we liggen stil. Het is ook eigenlijk wel lekker rustig. Ernst gaat even kijken in de stuurhut of alles in orde is. En dan... Ernst, je staat in de disco, man. Je moest naar de stuurhut. Ik ben in de stuurhut, man. Maar dan gaat hier echt van alles mis. Bobby? Ja? Ik zie dat er geen druppel diesel meer in het schip zit. Oh, daarom liggen we stil natuurlijk. We moeten tanken. Ja, waar haal ik zo snel een tankstation vandaan, Ernst? Ja, weet ik veel. Hé, hey, Ernst, ik zie wat jij niet ziet en het ligt achter je. Geen tijd voor spelletjes nou. Ernst, kijk dan. Hè? Achter je. Een eiland op palen. Ja, Ernst, dat is een booreiland. Daar boren ze naar olie in de grond. Halen ze die olie eruit. Van die olie maken ze diesel. En dat kan weer in het schip. Hey. We moeten naar het booreiland toe. Oké, volle kracht vooruit, Ernst. Ja, dat gaat lekker als we geen diesel meer hebben. Oh ja. Weet je wat? Ik heb een idee. Ik ga op zoek naar een zeil. Dat neem ik dan mee. En dan gaan we met z'n allen blazen in dat zeil. En dan zeilen we zo naar dat booreiland toe. Ik vind het een prima idee, Ernst. Tot zo. Tot zo. Jongens, kunnen jullie een beetje goed blazen? Ja, oké. Laat eens zien. Even blazen. Met bolle wangen. En ik heb gehoord dat moeders een hele sterke blaas hebben. Dus als die echt zo... Juist niet. Dat is altijd net als je voorbij het tankstation bent. Van, oh, ik moest toch plassen. Jongens, ik heb dit gevonden. Ik weet niet of het groot genoeg is. Ja, ik zie jullie kijken. Ik weet ook niet of het gaat werken. Ja, ik heb het ook niet verzonnen. Of, nou ja, weet ik veel. Maakt niet uit. Ik stel voor, met z'n allen, dus ook bovenin. Ik tel tot 3 en dan met z'n allen keihard blazen in dat zeil. En dan gaan we kijken of we dichterbij komen. Proberen. Komt-ie. Met z'n allen. 1, 2, 3. Blazen! Ja! Het lukt! Wat goed! Dat is echt goed, lekker windje. Ik heb het idee dat hier iemand gisteravond shawarma heeft gegeten. Was u dat? Was lekker? Heerlijk. Maakt niet uit. Hey, jongens, het gaat hartstikke goed. Nog een keer, met z'n allen. Jongens, het ging echt hartstikke goed. Hou vol, komt-ie. 1, 2, 3. Blazen. Gaat u maar door. Tot ik zeg dat u kunt ophouden. En een P. Een P? Dat is van dat televisieprogramma. Daar was jij laatst op. Hè? Ja, opsporing verzocht. Nee, wegmisbruikers. Ja, ik zag je. Maar goed, ik zie hier een tankstation met diesel. En drijf-in. En een helikopter. En we gaan gewoon... Weet je wat? We zijn er bijna. Een halfje nog. Een half blaasje. En dan komt het vast goed. Komt-ie, jongens. Halfje. 1, 2, 3. Ja, en ho maar. Ho! Oh, ho! Ho! Ah! Net goed, maar we zijn te ver naar die kant doorgeschoten.
Die kant? Ja, hoe heet die kant? Die kant heet Henk. Nee, man. Links. Oh ja, links. Bakboord. Bakboord, kan ook. We moeten naar die kant. Hoe komen we daar? Als de helft van de boot nou in dit gedeelte van het zeil blaast. Welke hier. Helft? Die helft. Hier blaast, dan gaat hij zo. Ik weet niet of dit natuurkundig klopt. Volgens mij wel. Nou, maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen. We, hier zo. Ja, is moeilijk. Ja, zo, ja. En dan jullie niet, en dan jullie wel, en dan in de linkerbovenhoek. En nu even geen foto's, je moet blazen. Het is echt heel belangrijk nu. Het is echt, valt of staat alles mee. Komt-ie. 1, 2, 3. Ja! En ho, ho, ho. Nuance ver te zoeken hier. Nou zijn we weer te ver, nou moeten we achteruit. Ik weet het even niet meer. Hoe kan je nou weer achteruit? Achteruit is makkelijk. Met z'n allen even zuigen. Nog een keer, 1, 2, 3. Sorry. Ernst, we liggen. Oh, tuurlijk. Moet even jongens, even het schip vasthouden. Kunnen jullie even helpen? Kunnen we even... Allemaal een stukje. Even doorgeven, zo. Ja. En dan jij de laatste, hè? Zo, ja, heel goed. Hou goed vast, hè. Gaat het goed? Volgens mij wel. Oké. Okay. Oh, Ernst. Moet je kijken. Hartelijk welkom op dit booreiland. Komt u voor de tandarts? Toetsstand 1. Komt u voor het tanken? Toetsstand 2. Ah. Komt u voor nudistenkaarten? Toetsstand 3. Leuk, 3. Welkom bij nudistenkaarten. Kleed u zich maar even helemaal uit. Echt zo flauw hier, 2. Ook goed. Welkom bij ons volautomatische tankstation Drijf-In. Wilt u een keuzemenu? Toetsstand 1. Wilt u geen keuzemenu? Toetsstand 2. U koos voor 2. Geen keuzemenu. Wilt u mij vertellen waarom u geen keuzemenu wilt? Is dat 1. Omdat u geen keuze kunt maken? 2. Omdat u al zoveel keuzemenu's heeft gehad? Of 3. Omdat u niet van biljarten houdt? Ja. We willen tanken! Oh, sorry. Pak de slang van het booreiland en plug hem in de vulnippel. En waar is de vulnippel? De vulnippel bevindt zich in het midden van de boot bij die afdankertjes van Bassie en Adriaan. Oh, daar. Diesel, Ernst. How low can you go? Oh, ja. Oh, leuk. Ernst, hier is de slang. Wacht even. Hier kunnen we mee tanken. Moet je hem even dwars door de boot? Geef hem even door. Ja, denk het wel. Leuk, jongens. We gaan tanken met een boot. Geef maar door naar achter. En vraag ook om zegeltjes, hè, dadelijk, als we aan het tanken zijn. Zegeltjes? Die hebben ze net in 1860 afgeschaft. Ik wil handdoeken en ik wil washandjes, Ernst. Blauwe. Jij tankt toch altijd met zo'n... Airmaus. Nee, met zo'n plastic handschoentje. Oh ja, je moet een handschoentje aandoen voor de diesel altijd. Nee, we hebben een afzwaaier, jongens. We moeten die kant op. Recht naar achter, jongens. Heel goed. Pak hem maar beet. Niet in knijpen, hè? Naar achter moet hij. Leuk, Ernst. En vraag, misschien hebben ze zeemaals. Zeemaals? Ja, leuk. Oké, en dan het klepje eraf. Ja, draai hem maar af, Henk. Ja, heel goed. En dan het slurfje erin. En dan hoor je klik, denk ik. Hoe weet je dat allemaal? Je tankt toch wel eens met de boot? Met de auto? Oh, hij doet het! Hij doet het! Oh, kijk nou, dan kan je daar kijken hoe die het doet. Oh, hij doet het. Even één ding. Heb jij geld bij je? Nee, ik heb geen geld. Ja, om te tanken? Ernst, dit is van de kapitein, man. Het is zijn schip en de kapitein heeft bakken met geld. Bakken met geld? Die gaat betalen. Ik vind het wel mooi. Bij mij in Brasschaat, bij de Shell, hebben ze dit niet, hoor. Nee, bij mij in Monaco allemaal. Kom ik een keer met mijn Bentley bij jou tanken? Oh. Geld, geld, bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik zit gewoon bekneld in mijn eigen geld. Ik zit gewoon bekneld in mijn eigen geld. Geld, geld, bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik zit gewoon bekneld in mijn eigen geld. Leuk, Ernst. Ik koop een auto voor mijn oma. Met een open dak. Ze race ermee naar Spanje en eet dozen vol gebak. Voor mijn vrienden koop ik chocola met bakken tegelijk. Ze krijgen wat ze willen, want ik ben tenslotte rijk. Woe! Geld, geld, bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik zit gewoon bekneld in mijn eigen geld. En zingen jullie eens mee, met z'n allen.
Zonnebank, dan wordt ze lekker bruin. En de buren krijgen elke paard met alles erop en eraan. Kom maar terug. En ik bouw een stal met goud en al, wat zal dat prachtig staan. Zing maar mee. Geld, geld, bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik zit gewoon bekneld in mijn eigen geld. En nou jullie zingen zonder ons. Doe eens. Ik zit gewoon bekneld in mijn eigen geld. Nou, dat ging hartstikke goed. U heeft getankt voor 43.845,97 €. Er is 43.000 euro. Wij hebben zelf geen geld. Nee, kunt u het even opschrijven? Nee. Direct afrekenen, we schrijven hier niks op. Ja, maar wacht even, dit is helemaal niet ons schip. Het is van de kapitein. Maar de kapitein heeft wel geld. Ja, maar de kapitein hebben we nog steeds niet gezien. We weten niet waar die man is. Kom eens dichterbij. De kapitein bewaart zijn geld altijd onder een stoel op het voordek in een geheim vakje. Nou, prima. Ook weer opgelost. Moeten we even die stoel... Maar tegen niemand zeggen. Shh. Jongens, de kapitein bewaart zijn geld nee, in een nee, stoel. Nee, nee, nee. Wat doe je nou? Huh? Hij zegt tegen niemand, zeg het eerste wat jij doet is naar hun rennen en roepen. Dat is het al lang gehoord, man. Hij stond op de speaker. Hebben jullie het al gehoord? Zijn geld zit in een stoel op het voordek, heb ik gehoord. Maar waar? Huh? Oh, die stoel! Ernst, dat is waar ook. Hier staat hij gewoon. Kijk, hij had hem al gezien. Jongens, dit is de stoel. Hier zit een geheim vakje. Nou ja, hartstikke makkelijk. Gevonden. Tada! Geld. Dat is geen geld. Kom eens hier, wat is dat? Huh? Andere stoel? Is er nog één? Er is er nog één. Ernst. Oh dan... joh, er is er nog één. Oh, gelukkig. Dan moet het hier zitten. Hier is het. Dit is hem. Het is helemaal leeg. Het is helemaal leeg. Daar zit tenminste nog een... Nee, wacht even. Deze is anders. Nee, hetzelfde. Nee, hij is niet hetzelfde. Hier zit een kleine uitsparing in. Kijk, je kan het ook zien. Deze heeft een knopje en die niet. Dat is wat. Dat zoek, betekent wat. Zoek de verschillen, Ernst. Dit is vast het geheime vakje. Wacht even, ik ga eraan draaien. Oh. Het geheime vakje! Wat zit erin? Helemaal niks. Nee, qua geld. Nul. Nee, hoeveel euro? Geen euro. Wat geen euro? Nou kijk, daar zit niks in. Dit is het geheime vakje. Ja, maar er zit geen geld in. Er moet geld in zitten. Nou kijk dan. Laat mij kijken. Het is leeg. Nee, jongens, dit is het geheime... Wacht maar. Nou hebben we nog steeds geen geld. Wel tanken, maar geen geld. Denken jullie 1 dat ik gek ben? 2 dat ik jullie zomaar laat gaan? Of 3 dat ik het schip nu in beslag neem en aan een ketting houd tot jullie laatste cent betaald is? Dan kiezen we 3 beslag nemen. Wat? Nee, hoezo? Als je beslag hebt, kun je een taart maken. Lekker een taart. Nee man, in beslag nemen, dat betekent heel wat anders. Wat dan? In beslag nemen wil zeggen dat we vast komen te liggen aan het booreiland. Dat we de rest van ons leven hier op zee moeten doorbrengen met z'n allen. Het betekent trouwens ook, Bobby, dat wij nooit meer aan zullen komen in onze veilige thuishaven. Dat betekent het. Ernst en Bobby, voor het eerst in mijn bestaan is het alle 3. 1, 2 en 3. Ik ben niet gek, ik laat jullie niet gaan en ik neem het schip in beslag. Voor het eerst in mijn leven is het alle 3. Bobby, wat kan dit nou weer betekenen? Nou Ernst, dat kan betekenen 1. Dat de kapitein overboord geslagen is. Of 2. Dat de kapitein aan het nudistenkaart is. Of 3. Dat... Natuurlijk Ernst. Wat? Dat de kapitein er met het geld vandoor is naar een bounty-eiland. Waarom nou weer naar een bounty-eiland? Je hebt gelijk. Bobby, voor 1 keer heb je gelijk. Die kapitein is gewoon een boef. Die is er met het geld vandoor naar een bounty-eiland. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan naar dat bounty-eiland toe. Arresteren die boef en halen dat geld terug. Zo.
Ernst, heb je eigenlijk geluk dat ik een papiertje van een bounty gevonden heb? Hoezo? Als ik een papiertje van een Mars had gevonden, hadden we naar Mars gemoeten. Lachen wij. Wij gaan naar het eiland, halen dat geld terug, arresteren die boef, rekenen af en varen terug naar de veilige thuishaven. Maar dat kan niet, want het schip is in beslag genomen, ligt met een ketting aan een booreiland, man. Dat is waar ook. We kunnen helemaal niet varen. Dat kan helemaal niet. Nee. Nee. Varen lukt niet, maar ik heb gezien dat hier op het booreiland hebben ze een helikopter. Wij, jij en ik gaan met de helikopter naar het Bounty Eiland. Maar wat doen we dan met hun? Oh ja, zij zijn er ook nog. Nou, op dek 2 heb ik gehoord is er koffie, thee en limonade. We hebben eens even pauze. Dat is een goed idee. Jullie hebben 20 minuten pauze. Zien we jullie na de pauze allemaal hier weer terug. En weet je wat? Gaan we gewoon met z'n allen naar het Bounty Eiland. Ja. Zullen we dat doen? Zeker weten. Kom op, Ernst, naar de helikopter. En de rest. Oh, we zijn er. Bedankt. Bedankt, Henk. Dag. Dag, Henk. Wat Henk? Hij heet Henk. De helikopterpiloot. Ja. Dag. Bedankt, Henk. Dat was gaaf, man, in die helikopter. Oh, wat is het mooier, man. We zijn op het eiland. Oh, hey. Lekker zeg, hé. Wat is er? Zonnetje. Ja, het is meteen wat warmer hier. Oh, heb jij zonnebrand bij je? Ja. Oh. In mijn koffer. Oké. Waar is mijn koffer? Die bruine koffer. Ja. Met een gekke handvat. Ja. En die riempjes met die stickertjes. Ja, riempjes, stickertjes, ja. Die ja. Waar is mijn koffer? Oh, die staat nog op het booreiland. Nee. Die stond op het booreiland, maar die heb ik zelf in de helikopter gedaan. Ja, maar toen stond hij voor mijn stoel, dus toen ging ik zitten. Toen zat ik met mijn knieën tegen jouw koffer aan. Dus heb ik hem er weer uitgehaald en toen kon ik met mijn benen rechtuit. Dat meen je niet. Ja, lekker jongen. Hij staat nog op het booreiland. Ja. Wat heb je nou gedaan? Nou, de koffer heb ik uit... Dat snap ik, maar alles... Je snapt het niet. Alles wat wij nodig hebben hier op het eiland om te overleven, zat in die koffer. Maar we hebben niks nodig. Dat is... Hallo, wat dacht je? Van eten. Drinken, geld... Satelliettelefoon, kompas, ja, zonnebrandcreme. We zijn verloren, man, zonder die koffer. Wat heb je nou gedaan? Hey! Henk! Hey! Nou, maakt helemaal niet uit wat ik roep, want hij hoort me toch niet meer. Knap gedaan. Hey! Henk! Ik hou ontzettend van groentesoep! Met ballen! Waar slaat dat nou op? Ja, ik hou ontzettend van mijn schoonmoeder. Wat en hij van zijn schoonmoeder. Hou daarmee op. Wat ben je aan het doen? Het is precies wat je zegt. Dat is een hartstikke leuk spelletje. Want hij hoort namelijk toch niet wat je zegt. Dus je kan zeggen wat je wil. Het is helemaal geen spel. Huh? Het is hartstikke serieus. Denk nou toch eens voor één keer na, man. Alles wat we nodig hebben om hier gewoon te kunnen leven, zat in die koffer. En die heb je daarna... Wat heb je nou... Ik wil mijn koffer. Daar! Zo, Ernst. Kijk eens even. Hij gooide hem zo naar beneden. Ah, hij bedankt. Hij heeft het gehoord. Wat is dat? Groentesoep. Wat goed, zeg. Met ballen. Hey, Bobby, kijk uit. Dadelijk gooit hij mijn schoonmoeder ook nog. Oh, dekking. Weet je wat? Gooi maar! Ja, de mijne ook. Ah, dat is niet grappig. Jawel. Nou ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Goed. Bobby, kijk, wat een knal was nou, dat, zeg. Nou, dat lijkt wel een meteoriet, Ernst. Kijk even of alles er nog heel is in mijn koffer. Tuurlijk. En kijk even of alles er ook nog in zit. Ik had naast al die spullen die ik opnoemde ook nog een zwembroek geleend. Mijn gele zwembroek geleend van mijn vriend Dries. Zit die erin? Gele zwembroek. Ik had nog een blauw t-shirt. Blauw t-shirt. Mijn hardloopschoenen. Hardloopschoenen. Sleutelbos. Sleutelbos. En, mijn viool. Is die nog heel? Viool. Oh, natuurlijk de viool. Ja hoor. Dat is geen viool, Ernst. Dat is een kruimeldief. Hoe gaat die aan? Nee, wat doe je nou, man? Oh. Nee! Oh. Wat? Dit zijn mijn spullen helemaal niet. Huh? Wat is dit allemaal? Hier, Ernst, een sleutel. Een sleutel? Tandenborstel. Leuk, man. Oh, wat een grappig ding. Ernst, ik weet het. Wat? Dit is de koffer van een boef. Hoezo? Dit soort brillen hebben alleen boeven.
En wat zit daarin? Er zit een stuk papier. Onderhoek. Nee, daaronder. Hier, papiertje. Kijk, man. Een schatkaart? Huh? Moet je kijken, man. Wat? Er loopt hier een lijntje naar een huisje met een kruisje. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Nee, ik snap het. Wat? Ik snap het. Wat? Hier, Bobby, bij dit huisje, ja? Daar is die kapitein, die boef. En hier bij dat kruisje ligt zijn geld. Dan moeten we daar naartoe. Bobby, op een of andere manier, ik weet niet hoe, maar zijn onze koffers verwisseld. Dit is de koffer van die kapitein. Oké, dan moeten we daar naartoe, Ernst. Oké, Bobby, wat we gaan doen? Laat me even nadenken. Wij gaan in een rechte lijn, met oogklep op, zonder om ons heen te kijken. Ernst, wat is er nou? We gaan niet in een rechte lijn. We moeten een beetje genieten van dit hele eiland, man. Moet je kijken. Wuivende palmen, witte stranden, blauwe zee. Wat lijkt die wel vakantie, man. Ook een beetje genieten. Ook een beetje genieten. Nou, zullen we doen? Laat maar doen. Ik loop achter jou aan. De reis is het doel op zich. De reis is ook het doel. Oké, Ernst. Nou, hartstikke mooi. Ho, 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 ho. Het lijkt hier wel vakantie. Ho, 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 ho. Het zit ons altijd mee. Het is echt geweldig hier. We hebben alleen maar plezier. Geef ons elke dag zo'n avontuur. Van het zwembad naar het strand. Een lekker ijsje in je hand. En 's avonds liedjes zingen bij het vuur. Ho, 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 ho. Het lijkt hier wel vakantie. Ho, 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 ho. Het zit ons altijd mee. Op jullie. Ho, 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 ho. Het lijkt hier wel vakantie. Jullie. Ho, 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 ho. Het zit ons altijd mee. Je zorgen zijn hier heel ver weg. Alles goed, nooit eens pech. Het is een prachtvakantie vol geluk. Gaan we goed? Geen idee. Maakt niet uit wat je doet, hier komt alles altijd goed. Dit hele avontuur kan niet meer stuk. Ho, 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 het lijkt hier wel vakantie. Ho, 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 het zit ons altijd mee. Nou jullie. Ho, 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 het lijkt hier wel vakantie. Ho, 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 het zit ons altijd mee. Jongens, klap eens mee met z'n allen. En nou zing je zo hard als je kan. Oh, 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 oh. Komt-ie. Het lijkt hier wel vakantie, jullie. Het zit ons altijd mee. Nog een keer. Oh, 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 oh. Het lijkt hier wel vakantie, jullie. Het zit ons altijd mee. Nou, vandaag zit het ons niet mee. Jawel. Die helikopterpiloot, ja? Die Henk van jou, ja? Die heeft ons op het verkeerde eiland afgezet. Nee joh. Echt waar, joh, moet je kijken. Wij moeten hier zijn, hè? Bij het puntje, bij het huisje, bij huisje, puntje. Ja? Dat is daar, huisje, puntje, dat is daar. Op dat eiland. Dat kleine pukkeltje. Dat is helemaal geen klein pukkeltje, dat is best wel een groot eiland. Er zit alleen 10 kilometer water tussen. Hoe komen we daar? Nou, Ernst, ik heb een goed idee. Ik ga gewoon bij jou op je schouders. Totdat we op dat eiland zijn. En als we dan daar zijn, mag je op mijn schouder. Is dat eerlijk? Dat is eerlijk. Ach, er zijn misschien wel haaien. Oké, dan wachten we tot het gaat vriezen. En dan lopen we over het ijs naar het andere eiland. Het is een tropisch eiland, man. Oh, Ernst, moet je kijken. Wat is dat? Ernst, je kan met een hete luchtballon naar het andere eiland. Huh? Hier, kijk eens. Zweef in. Zweef in voor een unieke zweefervaring die u niet licht zult vergeten. Wel een goede tekst. Leuk man. Zullen we kaartjes hier kunnen bestellen? Hallo? Welkom bij ons volautomatisch hete luchtballonstation Zweef in. Wilt u een keuzemenu? Toets 1. Wilt u geen keuzemenu? Toets 2. Leuk, zo'nzelfde ding. U koos voor 2. Ja. Geen keuzemenu. Wilt u mij vertellen waarom u geen keuzemenu wilt? Is dat mevrouw, 1 omdat u... Een vraagje. Heeft u toevallig familie op een booreiland werken? Ja, op het booreiland zit mijn broer Frans. Heeft u nu 1 wel eens ontmoet? Ja, 2 mevrouw, wel eens hallo, gesproken? Rikkie, Rikkie, we willen eigenlijk gewoon Ernst en ik allebei een kaartje naar het andere eiland. Retourtje alstublieft, kan dat? Dat is prima, dat is dan €15 voor 2 personen. Retourtje, direct afrekenen graag. Oké, Ernst komt even betalen. Ernst, kan je even betalen? Het geld zit in mijn koffer. Nou, pak het geld even uit je koffer en betaal de mevrouw even. Mijn koffer? Die.
heeft een of andere soepkip op het booreiland laten staan. Laat mij maar even. Ik los het op. Hallo, mevrouw. Door een noodlottige situatie zijn we helaas in de situatie terechtgekomen dat wij geen geld meer hebben. Nou vroegen wij ons af of wij misschien één keer gratis gebruik konden maken. Niks mee te maken. Zonder geld geen kaartjes en zonder kaartjes geen ballonvaart. Nou, it runs in the family. Hoe gaan we dit doen, Bobby? Ja, nou, 15 euro verdienen. Nou, weet je wat, Ernst? Ik zie allemaal palmbomen hier staan. Misschien groeien er wel kokosnoten aan of bananen. En die kunnen we dan misschien verkopen aan de voorbijgangers. En hebben we zo 15 euro bij elkaar. We gaan een fruitkraampje beginnen. Een fruitkraampje. Op een eiland, man. Dat heb je altijd al gewild. Ik wilde altijd al een fruitkraampje. Ja, zullen we dat doen? Zeg even, gaan we doen. Zeg even tegen dat mensen dat ze... Mevrouw, we komen zo bij u terug. Prima. Hartstikke fijn. Een fruitkraampje. Okay. Fruitkraampje. Hoe gaan we? Moeten we... Als jij nou hout zoekt voor het fruitkraampje. Dan maak ik het kraampje. Ja, dan ga ik op zoek naar fruit. Hartstikke goed. Leuk, man. Waar moet ik hout? Oh, aan het strand. Eindelijk. Aan het strand kan ik vast hout vinden. Ernst, ik heb al wat. Wat heb je? Ik heb hier een stukje aangespoeld hout. Dit is de zijkant van de kraam. Wat moet je daarmee? Nou, dan maak ik hier zo'n toonbankje. Even kijken hoor, of ze nog meer hebben. Er ligt helemaal geen... Ik zie alleen maar stenen. Ja, ik heb weer wat. Ernst, dan gaan we toch stenen verkopen? Hoezo? Worden we steenrijk? Het is lachen, maar je kan een heel mooi kraampje maken, maar als er geen vruchten is, dan kan je niks verkopen. Ernst, zoek dan eventjes bounties, kokosnoten. Er ligt niks. Hier, ik heb een plank. Ik heb de toonbank, Ernst. Kijk. Is die goed? Oh, wacht even, daar zie ik wat. Kunnen we mooie spulletjes opleggen? Deze kant. Oh, hier ligt wat. Deze kant. Bobby! Mooi. Ik heb wat gevonden! Wat dan? Twee bananen. Is trouwens wel knap. Er zit een sticker op met Chiquita. Groeit met sticker en al aan de boom. Ja, denk het wel. Okay. Hey, maar even zonder gekheid. Ik heb overal gezocht. Ja. Het is helemaal niet zo'n heel groot eiland, dus ik ben echt overal geweest. Okay. En dit zijn echt de enige twee stukjes fruit op het hele eiland. Prima. Ik denk, dat is niet prima, want we moeten 15 euro hebben. We kunnen toch moeilijk twee bananen voor 15 euro verkopen? Ernst, als het de enige twee bananen op dit hele eiland zijn, dan zijn ze juist hartstikke veel geld waard. Hoezo? Schaarste drijft de prijs op. Zeker weten. Oh. Wat? Oh. Ah. Sorry. Ernst, je bananen. Sorry hoor, sorry. Hier, kijk eens eventjes. Hartstikke mooi. Laat eens even zien aan de mensen. Dames en heren, twee bananen. Wie wil er 15 euro? Twee. Jij bent van de televisie. Ik ken jou. Bassie. Hey Bobby. Bassie en Adriaan. Bobby, maar je bent zelf ook van de televisie, Ernst. Oké, even, nou, wie wil er twee bananen kopen? Ja, ik wil heel graag twee bananen kopen. Nee, Ernst, we moeten ze verkopen. Hey, jij bent van de televisie. Ernst, gaat het wel goed met je? Hè? Gaat het wel goed met je? Ook een beetje pijn aan de achterkant van mijn hoofd. Je hebt een bult, Ernst. Wacht even. Als ik nou even een doekje nat maak, dan kun je die tegen die bult aanleggen. Zullen we dat even doen? Oh, is zo'n goed idee. Ja, maak ik het doekje even nat, Ernst. Komt eraan. Hier. Ja, geef dan! Nee, dat is vies, man. Jij bent van de televisie! Dat is een grapje. Ik ken jou! Ernst, ik ga echt even een doekje halen. Ik ben zo terug. Hij is van Bassie en Adriaan, of niet? Waar is die van dan? Oh ja, Ernst en Bobby, dat is waar. Ik haal ze altijd. Lijkt ook zoveel op elkaar. Nou, waar dan? Kijk ik maar. Ernst, ik heb zo'n geel doek. Nee, niet die bananen opeten! Niet die bananen opeten! Je zit die bananen op de... Kijk nou wat je doet. Kan ik hem toch niet meer verkopen? Een halve banaan? Hoe moet ik hem nou verkopen? Hey, nog een banaan. Gooi hem niet weg, we hebben nog een banaan. Gooi hem weg. Huh? Gooi hem weg. Gooi hem weg. Gooi hem weg. Gooi hem weg. Ik ben zo terug, Ernst. Even weg. Hij is inderdaad, nou zie ik het ook. Hij is van Ernst en Bobby inderdaad. Nou, hij is wel van Ernst en Bobby. Wel, hij is zeker van Ernst en Bobby. Oh, mag ik hartstikke vaak. Nee, Ernst, niet opeten. Niet opeten. Ah. Dan zit je weer een banaan op te eten. Wat is er? Er zit wat in mijn mond. Ja! Ja, banaan. Ik ben dol op banaan. Nee.
Ernst, hoe moeten we nou 15 euro verdienen als jij 2 bananen op gaat zitten eten? Ja, we wonen televisie! Ik voel je in de regen. Ja! Als je beter heel rijk als je van televisie bent. Nee, we hebben 15 euro nodig. 15 euro? We hadden 2 bananen. 15 euro. 15 euro. Krijg jij van mij 15 euro? Alsjeblieft! Ernst, je hebt gewoon 15 euro in je zak. Hey, 15 euro, dankjewel! Nee, hier, bananen. Hey, een banaan, ik ben dol op bananen! Ernst, we gaan een kaartje kopen voor de hete luchtballon. Jij bent van de televisie! Ja. En u heeft een reis gewonnen met een bekende Nederlander. Kijk eens even daar. Hey! De luchtballon! Ja, heel goed, een hete luchtballon. Loop maar, Ernst. Het is die mooie, Ernst. Jij komt mij heel bekend voor, weet je dat? Hey, wacht eens even. Jij bent die bananenschillenverkoper. Lukt het een beetje met de handel? Ik heb trouwens nog wel een paar kapotte lampen voor je. Misschien kan je die ook nog verkopen. Nou, kapotte lampen kunnen van pas komen bij de donkere kamer, Ernst. Dus ik neem ze graag van je over. Wat? Die kapotte lampen, die... Laat maar. Ernst, daar is het volgende eiland. Welk eiland? Hier moet het ergens zijn. Oh, daar staat dat huisje. Ernst, Ernst, waar ben je? Ernst. Hey, een huisje! Ernst, pas op, pas op, pas op. Nou, wat zit je nou? Daar zit die boef, denk ik. Welke boef? Die, oh, daar heb je hem. Hè? Is daar iemand? Hallo? Help, jongens. Ik ben de kapitein. Help, ik wil eruit. Ernst, dat is die verschrikkelijke boef. Waarom zegt hij dan help, ik wil eruit? Hij probeert ons natuurlijk in de maling te nemen. Weet je wat? Ik ga terug naar de ballon, dan pak ik een touw en dan vangen we de boef. Ja, of? Of? Ga terug naar de ballon, ja. Pak een touw, ja. En dan vangen we de boef. Goed idee, Ernst. Welk idee? Hey, een huisje! Help, ik ben gevangen genomen. Nou, ik weet precies hoe u zich voelt. Ik was er net gevangen genomen door Bassie van Bassie en Adriaan in een soort hete luchtballon. Hey, ik heb trouwens wel een sleutel in mijn zak. Waar zou die nou weer voor zijn? Ja, dat is de sleutel van de deur, makker. Maak open. Wat? De deur. Waarmee? Met de sleutel. Hey, een sleutel! Waar zou ik die nou eens in kunnen stoppen? Hier. Hier, hier. Hier, hier, hier. Geen enkel probleem, ik maak de deur wel eventjes open. Zo, kom maar hoor. Joehoe, oh! Ernst, hier is je gele vriend, de bananenschillenverkoper. Van de televisie! Gaat het helemaal goed met je? Zegt u? Of het goed met je gaat? Ja hoor, prima. Soepkip! Wat is er? Wat ben je nou te gaan doen? Aan het interviewen. Gaat het wel goed met jou? Ernst, je bent weer normaal. Ja, nou jij nog. Ernst, de deur staat open. Welke deur? Deze deur. Hoe kan die deur nou... Ernst, een sleutel zit erin. Ja, nou en? De kapitein is weg. Wat kan ik dat nou aan doen? Ernst, hier zat toch een kapitein? Hoe moet ik dat allemaal weten? Waar is die man gebleven? Geen flauw idee. Hier zat de kapitein. Hij zat met zijn handen hier. Keek die zo. Oh, wacht, wacht. Wat is er? Wat is er? Jongens, jongens, jongens. Was die daar? Jongens, heel eventjes. Ik heb pijn aan deze kant van mijn kop en pijn aan deze kant. Kunnen jullie een heel klein beetje zachter? Ernst, ze hebben die kapitein daar gezien. Meen je dat nou? Ja. We gaan daar doen, joh. We pakken hem. Ernst, op je tenen, op je tenen. Sst. Sst, sst, sst. Kijk waar die is. Het ziet er niet uit, dit. Waar dan? Hier ergens. Of hier achter. Of hier. Oh, terug, terug, terug. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Jongens? Waar? Is hij nou weer daar? Ja. Ernst, nou was hij weer daar. Oké. Jongens, jongens. Ik heb een idee. Ik heb een idee. We verdelen ons... Jongens, komt goed. We verdelen ons allebei in 2 helften. Jouw rechterhelft gaat met mijn linkerhelft die kant op zoeken. Maar mijn linkerhelft gaat met jou... Wat is er nou? Is toch niet lekker? Hoezo niet? Ik kan toch niet door de helft... Als ik nou in mijn heel daar ga kijken en jij kijkt in je heel daar naartoe. Oh, dat kan ook, ja. Ja?
Maar okay. Ik ga me verstoppen. Ik verstop me hier. Moet je opletten. Bobby! Ja? Waar ben ik? Je billen staan achter de boom. Nou is je buik achter de boom. Nou, je rug, je haar, je neus. Nou, weet je wat, laat zitten. Ik vind dat ik er precies achter pas. Oké. Okay. Oké, okay, jongens, als jullie hem zien, meteen gillen, hè. Treffer. Waarom gooi je nou weer de sleutel in de sloot? Ernst, sleutels horen toch in sloten? Oh ja, goed. Oké, let even op mijn lichaamstaal. Dat is heel belangrijk. Kan je nog wat van opsteken? Oké, een lelijke boef. Jij, nee, u, nee, gij, wat? Nee, hij. Hij, wie, jij? Nee, hij. Oh, dat bedoel... Laat me nou even uitpraten. Ben ik het helemaal kwijt, wat moet ik ook weer zeggen? Hij. Hij. Hij! Nee, jij. Wat? Zullen we even terugspoelen? Ja. Opnieuw, komt ie. Ja. Lelijke boef. Jij. Ja, hou op nou, man. Lelijke boef. Even script erbij. Jij gaat ons nu vertellen... Ik heb hem. Waar is dat geld? Jongens, luister nou. Ik ben niet de boef, ik ben de kapitein. Ik ben ontvoerd. En ik heb de boef gezien. Laat me eruit. Het zou natuurlijk waar kunnen zijn wat hij zegt, hè? En zo weten we nou dat hij de boef niet is. Hoe weten we dat dan? Ja, jongens, ik ga mezelf toch niet opsluiten. En ik weet waar het geld is. Nou, waar is het geld dan, lelijke boef? Wacht nou eventjes. Rustig, rustig. Ik heb gezien dat de boef het geld verstopt heeft in deze muur achter die steen. Kijk maar. En dan zullen jullie het zelf zien. Oké. Daar. Nee, in deze muur achter een steen. Dit is een muur van stenen. Nou, ga jij dan daar kijken? Volgens mij zei hij in deze muur is achter hier een steen. Even kijken, even voelen. Kijk jij dan of die daar is, Ernst? Ernst, Ernst! Hier zit een steen los. Ja, joh, hier zit een steen los. Die kan eruit. Wat? Oh. Ernst, geld! Dat meen je niet. Bobby, dan spreekt hij de waarheid. Dan is het helemaal geen boef. Dan is het gewoon de kapitein. Okay. Maak nu die deur open. Ja, heb jij de sleutel? Je ligt in de sloot, ja, dat is waar. Jongens, geen probleem. Ik pak dat ding er even uit. Nee, dat is geen kruimeldief. Nee, dat andere ding. Welk andere ding? Deze. Oh. Meneer de kapitein, ik kom u redden. Kom op. 1, 2, Zo. Oh, jongens, dank jullie wel. Ik ben vrij en mijn geld is er ook nog. Nou, wat heerlijk dat u er weer bent. Maar het is nu wel belangrijk dat we die echte boef gaan vinden. Heeft u zijn gezicht gezien? Nee, jongens, het was 's nachts en ik heb zijn gezicht niet goed gezien. Ja, dat is jammer. Kijk eens, meneer de kapitein. 4 pakken vol met 50 guinees. Top! Dan is alles er nog. Oké. Okay. Ernst, ik heb hem gesneden. Kijk, ik bloed. Rustig, man. Gewoon een pleistertje. Niks aan de hand. Hé, Bobby, dat is helemaal geen bloed. Je hebt je helemaal niet gesneden. Huh? Ik heb die bankbiljetten bewerkt met een speciale verf. Speciale verf? Ja, ik vertrouwde het niet helemaal. En daarom heb ik alle biljetten bewerkt met verf die afgeeft. En iedereen die de biljetten aanraakt, krijgt rode vlekken op zijn hand. Oké, dus we weten niet hoe die boef eruit ziet. Maar we weten wel dat we op zoek moeten naar iemand met rode verf aan zijn hand. Ja, maar ik ben het niet, Ernst. Nee, dat begrijp ik. Oké, wacht even. Ik heb een plannetje. Als we nou eerst bedenken hoe we naar dat booreiland terug kunnen, naar de boot. Dan kunnen we met dat geld afrekenen. Dan kunnen we in ieder geval varen richting de veilige thuishaven. En dan gaan we daarna wel nadenken hoe we die boef gaan vangen. Ernst, ik zou zeggen, heel makkelijk, we pakken de hete luchtballon. De wat? De hete luchtballon. Waar heb je het over? Ernst, er staat hier een hete luchtballon, maar daar zijn we mee gekomen. Oh? Oh, dat weet je natuurlijk helemaal niet meer. Meneer de kapitein, Ernst, mag ik u uitnodigen in de hete luchtballon. Wauw. Leuk. Ik ben nog nooit met een luchtballon geweest. Je bent... Ernst, natuurlijk wel. Je was er net in... Nou ja, laat maar zitten. Ernst, wat een prachtig uitzicht, hè. Mooi, hè? Ja. Maar jongens. Volle kracht, vooruit.
Ja, maar dan hebben we wel wind nodig. Nou, ik kan wel even de wind laten. Dan gaan we misschien harder. Nee! Kijk, het schip daar in de verte. Mijn schip! Oh. Ernst, hoe wilde jij die boef eigenlijk gaan vangen? Ik heb eigenlijk nog geen idee, maar we verzinnen wel wat. We gaan eerst nu de daling inzetten. Dan gaan we die diesel afrekenen en dan gaan we daarna wel op zoek naar die boef. Kom, goed plan. Jongens, geweldig gedaan! Het geld is terug, er zit diesel in de boot. Voor hoeveel hebben wij nou precies getankt, Bobby? 43.845 euro en 97 centjes, Ernst. Wauw! Ernst en Bobby, we varen! Dankzij jullie is alles weer goed gekomen. Ik zit daar op te kijken en ik krijg zin in vissticks. Heb jij dat ook? Nee, flauw, het is heel, sorry. Ja, oké. Ik ga even naar mijn stuurhut, ja? Kijken of alles goed is. En dan koers uitzetten naar de veilige thuishaven. En we gaan naar huis. Oh, en zorgen jullie ervoor dat je die boef te pakken krijgt. Bobby, dat is waar ook helemaal vergeten, man. We moeten nog een boef vangen. Spannend! Had je dit verwacht? Stiekem midden in de nacht. Op je tenen sluip je in het rond. We zijn op dievenjacht. We turen en we gluren en we letten heel goed op. Zie ik daar een boevenjas of daar? Een boevenkop. Nee, dit is zijn vader. Oh, zijn vader. Sorry. Nou, het scheelt niks. Je ziet geen hand voor ogen, het is hier best een enge boel. Als je niet goed uitkijkt. Val je bovenop je Bobby, Bobby. Maar dieven vinden dit te gek, zo stelen ze maar raak. En niemand die ze hier dan ziet, ja, s'nachts stelen dieven vaak. Maar dieven grijp je in een kraag. Ja, dieven vangen we maar al te graag. Laat Ernst en Bobby maar met ze stoeien. En we slaan ze in de boeien. Ja! Want je hebt jasjes, dieven, tasjes, dieven, auto en fietsen. Stoute en lieve. Je bent natuurlijk geen lieve, lieve. Als je lief bent, dan word je geen dief. Dat is een grapje. Ah, grapje. Maar dieven grijp je in een kraag. Ja, dieven vangen we maar al te graag. Laat Ernst en Bobby maar met ze stoeien. En we slaan ze in de boeien. Ja! Oké, Ernst. Bobby, laten we voor één keer... Dus we hebben het nog nooit gedaan, maar laten we voor één keer... We hebben toch tijd genoeg. Nadenken. Dus precies. Nadenken. God, een plan maken. Heb je al nooit gedaan. Nee, weet ik. Hier, ga even zitten. Leuk. We hebben alle tijd van de wereld. Oh ja, lekker. Wil je wat drinken? Ja. Wat wil je drinken? Appelsap. Zien we... Oh, Ernst en Bobby, het is vreselijk. Dit gaat helemaal niet goed. Gaat prima. De deur van mijn stuurhut is ineens dicht. En die staat normaal altijd open. En de keycard is er niet. En zonder die keycard kunnen we niet varen. Want dan doen de systemen het niet. Weten we niet waar we naartoe moeten. Het is verschrikkelijk. Ja. Ik denk dat de boef die keycard heeft. Ik voel het aan mijn zeewater. Zit daar in zeewater? Ik geloof het wel. Nee, maar even zonder gekke... Weet je wat dat betekent? Nee. Dat, Bobby, dat betekent dat die boef hier aan boord is. Sterker, dat een van deze mensen... Nee. De boef is. Hij. Ja, even... Laat je handen zien. Laat zien. Andere kant. Nee. Ook niet. Er staat hier een van de verdacht sujet de hele tijd aan de zijkant. Laat je handen zien. Andere kant. Hmm. Ernst, ik heb een goed idee. We gaan iedereen één voor één lang, zo rij voor rij. En dan zeg ik hoi. En dan zeggen ze hoi terug. En dan kan ik zien of ze een rode hand hebben. Ja, nee, man. Er zitten honderden mensen hier aan boord. Daar zijn we overmorgen nog bezig. Oké. Okay. We gaan het anders doen. Sorry als ik iemand valselijk beschuldig, maar we gaan allemaal nu handen omhoog. Allemaal. Oké, okay, iedereen zijn handen in de lucht. En kijk even naar de handen van je buurman, hè. Kijk even of die de boef andere is. Kant, meneer, wie heeft andere kant. Rode handen? Andere... Wie heeft de rode handen? Mevrouw. Ernst en Bobby, wat doen jullie hier? Handen in de lucht, handen omhoog. Mevrouw daar. Wie heeft de rode handen? Wat is er? Ernst, hij heeft rode handen. Bobby, dan is hij de boef. Ja, ik ben de boef. En dankzij jullie ben ik al het geld wat ik gestolen heb kwijtgeraakt. En daarom heb ik twee verrassingen voor jullie. Ja. Leuk, hij heeft twee verrassingen voor ons, Ernst.
Eentje voor jou, eentje voor mij. Ik weet niet of dit... Verrassing 1, let op. Keycard eruit, systeem eruit. En daarom zullen jullie nooit aankomen in jullie veilige thuishaven. Nooit! En de keycard, die hou ik lekker zelf. Ah, vind ik niet zo'n leuke verrassing. Wat is mijn verrassing? Is die wel leuk? Verrassing 2. 2. De stop. De stop! Die is voor stop. Mij. Stop! Die is voor mij. Stop! Ja, die stop nee, is man, voor mij. Stop daarmee! Binnen een paar uur zal dit schip zinken. Ik ga nog even op zoek naar mijn koffer. En dan spring ik in mijn reddingsboot. En dan ben ik weg. Kun je nog eens zinken? Zink dan mee, Ernst en Bobby. Bobby, dat is verschrikkelijk. We zinken. Geen probleem. We zinken. Wat nou geen probleem? Ernst, ik heb een prachtige oplossing. Ik maak gewoon nog een gat in de boot. En dan kan het water door dat andere gat weer naar buiten stromen. We zijn zo terug. Wat soepkip. Huh? Denk nou toch eens voor één keer na, man. We zitten met z'n allen in een zinkend schip. Die boef die gaat op zoek. Dat is een koffer en als hij die heeft, dan vaart hij in ons bootje weg. En wij zitten hier met z'n allen in een zinkend schip. Wat moeten we doen? Hè? Wat is er? Dat is mijn koffer niet. Oh, die is van de boef. Ernst, dit is de koffer van de boef. Hier is hij naar op zoek. Ja, nou en? Ernst, ik weet iets heel leuks. We gaan hem lokken. Wat lokken? We gaan de boef lokken. Weet je wat we gaan doen? Nee. We maken een spoor van al zijn spulletjes zo hier door de boot heen. Ja. Kijk, zo, onderbroekje, dingetje erbij. Zo, hier, hop, wat ik deed. Zo. En dan? Nou, dan ziet hij dat liggen, dan komt hij hier naartoe. En als hij hier is, dan omsingelen we de boef. Nee, dat gaat niet. Hoezo niet? Ja, we zijn met z'n tweeën. Je kan toch niet met z'n tweeën iemand omsingelen? Dat is waar. Sterke vaders. Sterke vaders. Sterke vaders. Wie heeft er een sterke vader? Ja! Die is sterk, grote sterke vader. Ja, en die ook? Ja, kom maar, die hebben we nodig. En deze, is dat jouw vader? Die? En wie heeft er nog meer een sterke pa? Grote sterke vader? Nog eentje, Bobby, die? Nog eentje. Nog eentje, oh jee. Welke? Wie is jouw papa? Die? Ja, 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 ja. Ja. Hartstikke goed, kom hier. Helemaal leuk, hoe heet je? We gaan een boef vangen. Ruud. Nee, nou, dat is hij mooi. Gaat hem helpen. En wie ben jij? Gaat Rink? Ons helpen. Henk, Ruud goed, en Henk. En dit is Robert, jongens, van de Nederlandse namen allemaal hier. Jongens, rennen, er zit een boef aan boord. Ja, ja. En wie hebben we hier? René. Henk. Ja, weet ik, jongens. Applaus, jongens, applaus voor de sterke vaders. Ja! Oké, okay. Ruud, René, Henk, kom even hier. Als jullie hier nou... Rennen, komt ja, de boef ja, ja, ja. Aan. Als jullie hier nou hier verstoppen, dan kom ik zo... Nee, jij niet. Dan kom ik zo met een plan bij jullie. Hier zo. Ja, Ernst, dan ga ik me hier verstoppen. Ja, ga jij je daar verstoppen, zij daar. Ja, hallo! Jullie moeten hier ook verstoppen, achter de stoelen, allemaal. Naar beneden. Verstoppen. Naar beneden. Naar beneden. Mevrouw, u verpest het voor ons allemaal. Naar beneden. Doodse stilte. Doodse stilte. Sst. Waar is die koffer nou? Hé. Hey. Mijn spulletjes? Nou, hoe komen die hier? Hé. Hey. Mijn onderbroek. Vriend. En mijn bril. En mijn broodrommel. En mijn t-shirt. En mijn teddybeer. Sterke vaders, pakken! Ja! Ja, pakken! Ik hou hem! Ik hou hem tegen! Ik hou hem tegen! Pak hem! Ja! Ze hebben hem! Ze hebben hem! Yes! Wat goed! Oh, hebben jullie het gezien? Ja, sterke vaders, kom maar weer terug! Oh. Kom maar weer terug! Applaus voor de sterke vaders, Rob, René, Henk, dankjewel. Wat goed, ga lekker weer zitten. Bedankt, hè. Wat goed. Bedankt. Geweldig. Oh. We waren nog met ons plan bezig. Ja, ik hoorde het. Kapitein. Ha, jongens. Ik heb de stop er weer in gedaan en we zinken niet meer. En nu, de keycard. Zou die doen? Ja. Ja, geweldig. De systemen hebben weer elektriciteit. Op naar de veilige thuishaven. Volle kracht, vooruit. Bobby, het is gelukt. We hebben weer elektriciteit. Ernst, want je hebt altijd elektriciteit. Je hebt altijd elektriciteit. Je hebt altijd elektriciteit. En zing eens mee. Er is geheid. Elektriciteit. Kan toch harder? Je bent het nooit kwijt, jullie. Er is altijd elektriciteit. Kijk jongens, elektriciteit, dat is een ander woord voor stroom. Want vroeger ging alles met de hand, met ellebogen stroom.
Maar nu heb je een apparaat met een stekkertje eraan. En die stop je in het stopcontact en alles gaat dan aan. Want je hebt altijd, nou, elektriciteit. Met z'n allen, er is geheid. Jullie, je bent het nooit kwijt. Er is altijd. Wat mij nou opvalt, Bobby, is dat hier aan boord de jongens veel harder kunnen zingen dan de meisjes. Nee, de meisjes kunnen harder dan de jongens. Weet je wat, we gaan een wedstrijdje doen. Jongens tegen de meisjes. En dan beginnen we met de jongens. Oké, de meisjes zijn stil. En de papa's mogen met de jongens meezingen. Jongens, hè? En papa's. Je hebt altijd... Jongens! Er is geheid. Je bent het nooit kwijt. Er is altijd. Dat lijkt me duidelijk. Nee, nu zijn de meisjes. En de moeders, en de oma's, de tantes, de juffen van school, bibliothecaresses. Ja, Bobby. Iedereen die geen jongen is, die gaat nu zingen. Alle meisjes. Keihard. Komt-ie. Je hebt altijd. Meiden. Woe. Er is geheid. Je bent het nooit kwijt. Kom op. Er is altijd, met z'n allen, er is altijd, elektriciteit. Er is geheid, elektriciteit. Je bent het nooit kwijt. Er is altijd, elektriciteit. Tuurlijk. Ernst en Bobby, luister eens even naar mij. Ja. Ik kon het in mijn stuurhut perfect horen en ik heb twee keer goed nieuws. Okay. 1. De meisjes en de jongens hebben even hard gezongen, dus ze zijn allebei winnaar. Ah, nou goed. Ja, goed zeg. 2. Kijk eens even achter mij. De veilige thuishaven. Oh. We zijn bijna weer thuis. Ernst en Bobby, bedankt. Ah, oh, Ernst, is dat Nieuwegein? Ja, Nieuwegein aan zee is dat. Ah... Oh. Het is gelukt, de veilige thuishaven. Leuk. Wat een avontuur. Weet jullie het nog? We begonnen dit avontuur midden op zee. Ernst en Bobby, wij kwamen aanvaren in dat hele kleine bootje... nadat we 5 dagen lang hadden rondgedobberd op zee. En toen zagen we jullie boot, de Toet 4. We waren gered. En we mochten aan boord. En we kregen zelfs een baantje. We mochten in het animatieteam. En we hebben voor jullie gerollerskate op muziek. En we hebben gekeken naar die supermeiden die zo goed konden dansen. En jullie hielpen ons ook weer. Hè? Want toen de diesel aan boord op was, hebben jullie ons met z'n allen geblazen naar het booreiland. Eenmaal op het booreiland bleek dat er niet alleen geen diesel aan boord was, maar dat er ook geen geld aan boord was. En dat er ook eigenlijk helemaal geen kapitein aan boord was. Nee, jongens, weten jullie nog dat de kapitein in dat hutje zat op dat andere eiland? Weten jullie dat nog? En we dachten dat de kapitein de boef was, hè? Maar de kapitein was niet de boef. Die andere man was de boef. Maar gelukkig hebben 4 sterke vaders van de boot de boef zo hop in de gevangenis gegooid. En de kapitein was weer vrij en het geld is terecht. En zo zie je, alles komt goed. Alles komt goed. Jongens en meisjes, vaders en moeders... Vonden jullie het leuk? Ja? Hé, maar wacht. Nou zeggen jullie dat jullie het leuk vinden, maar weten jullie eigenlijk wel dat Ernst en Bobby het echt super fijn vinden dat jullie altijd naar onze programma's kijken en dat jullie hier vandaag allemaal waren en dat jullie ook zo mee hebben gedaan? Daar maken jullie ons helemaal gelukkig mee. Echt waar? Ah, Ernst, zullen we dan nog 1 keer met de hele boot zingen? Alles komt goed. Met z'n allen, alles Iedereen? Komt goed. Gaan we doen. Ja? Met z'n allen. Jongens, alles komt goed. En klap maar mee. Maar dan ook alles. Jullie? Alles komt goed. Maar dan ook alles. Ernst, de helden zijn hier. En die boef die is ergens daar. We hebben het echt weer voor elkaar. Eén ding. Ik vond het wel een beetje spannend. Ah man, het ging gewoon te gek. En die boef die zit gevangen op een hele goede plek. Dus alles komt goed. Maar dan ook alles. En nou jullie. Maar dan ook alles. Dus jongens, alles komt goed.
Dag allemaal! Dag! Dames en heren, jongens en meisjes, dit was de Ernst en Bobby Show. Mag ik nog een keer een daverend applaus voor kapitein Igor. En de meiden van dansstudio Dance Delicious. Zo hard als jullie kunnen voor jullie vrolijke vrienden. Hier zijn ze, Ernst en Bobby. Zing maar mee. Alles komt goed. Maar dan ook alles, 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 alles. En ook jullie. Alles komt goed. Maar dan ook alles, 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 alles. En dan zwaaien. Dag. Dag allemaal. Allemaal tot de tv. Dag zoek ik me. Ik zeg dat!